Wie een bezoek brengt aan de Fan Corner van FC Groningen kan een bijzonder boek zien liggen. Het boek met de titel 2 keer 3 kwartier is geschreven door journalist Martin Groenewold en gaat over het bewogen seizoen 2012-2013 van FC Groningen. Ik was al lang van plan om een boek te schrijven over een lopend seizoen van FC Groningen. Toen ik het voorstel indiende bij Hans Nijland, toen was Pieter Huistra nog trainer. Toen ging het ook heel goed met de club. Vervolgens zakten ze nogal ver weg. Maar goed, met de komst van Robert Maaskant was het natuurlijk een heel concrete nieuwe aanleiding om een seizoen lang FC Groningen te volgen. En met name backstage. En dat is dus dit boek geworden. Ja. Ja, want backstage, je hebt dus ook een aantal mensen gevolgd. Mm-hmm. Wie heb je gevolgd? Nou ja, verschillende mensen. Paul Zweverink bijvoorbeeld, een van de scouts van de club. Bas Roorda heb ik geïnterviewd als teammanager en opvolger van Theo Huizenga. Ik ben met de jongens van FC Groningen TV mee geweest, uit naar Twente, de openingswedstrijd. Ja, heel veel van dat soort dingen. Jan Wilderman in zijn hokje, waar hij het commentaar levert bij de wedstrijd. Ja, heel veel van dat soort verhalen, zeg maar, aan de achterkant van de club, achter de schermen, die je normaal gesproken niet ziet, maar die wel belangrijk zijn om de club te maken wat het is. Groenewold had een mooi seizoen voor een boek uitgekozen, omdat er voldoende gebeurde rond FC Groningen om over te schrijven. Het was niet altijd positief. De sfeer om de club was vrij negatief eigenlijk, dat is jammer. Maar uiteindelijk, een zevende plek is wat er toch blijft hangen en wat in de geschiedenisboeken staat en in dit boek. En ja, als je dan terugleest hoe dat zo tot stand is gekomen, is het best een bijzonder seizoen geweest. Ja. Het is geen topseizoen, maar wel een bijzonder seizoen. Wie het boek 2 keer 3 kwartier wil aanschaffen, kan terecht in de nieuwe Fan Corner van FC Groningen. Hey, ligt het nu? En nou, er ligt nog veel meer mooi spul, dus je moet sowieso naar de Fan Corner toe. Nou is dit seizoen net begonnen. Is dat een overweging om ook over dit seizoen een verhaal te maken? Nou, ik heb gekscherend gezegd na die 2 eerste overwinningen van als ze nou 10 keer winnen, nou laten we zeggen 5 keer winnen. Dan ga ik weer aan het schrijven. Maar ja, toen kwam Cambuur tussendoor. Dus als we nou van Go Eagles weer winnen en van Ajax, dan ga ik het heroverwegen, zeg maar. Ja.